Welkom bij deze video over de Hikvision IP-camera's. Vandaag zullen we het hebben over de verschillende functies en series van de Hikvision IP-camera's. Het is een onderdeel van de CCTV, waaronder ook NVR's en DVR's vallen, maar we hebben bijvoorbeeld ook thermische camera's en PTZ-camera's en nog heel veel meer. Vandaag doen we alleen de netwerkcamera's. Nou, voor netwerkcamera's zijn een aantal factoren van groot belang. En dat is allereerst natuurlijk het aantal megapixels wat de camera heeft. En dat is ook bepalend voor hoe scherp het beeld is. Maar ook bijvoorbeeld de f-waarde, die geeft aan hoeveel licht er wordt opgevangen. En daar hebben we bijvoorbeeld de Color View in. Dat zijn modellen met een superlage f-waarde, wat ervoor zorgt dat ze uitstekend beeld leveren in donkere omstandigheden. Dit is een hele nieuwe techniek en dat is dus in basis, betekent dat Color View, als dat aangegeven staat bij de camera, dan heeft de camera dus een goed kleurenbeeld met weinig licht. Dat kleurenbeeld is belangrijk, want je kan bijvoorbeeld ook een camera hebben met infrarood licht. Wat ook zorgt voor beeld onder donkere omstandigheden. Maar dit is dan geen kleurenbeeld. Een andere grote factor in beeldkwaliteit is of de lens een zoomfunctie heeft of dat een vaste lens is. Een goede zoomfunctie kan voor sommige situaties van groot belang zijn. Nou, dit soort concepten zullen we hoogstwaarschijnlijk verder uitwerken in komende video's. Zodat je de nodige kennis hebt voor bepalen welke camera de juiste functie heeft voor de situatie waarin je hem gaat gebruiken. Naast dit soort hardwarefuncties hebben onze camera's ook verschillen in software. We hebben bijvoorbeeld camera's met AccuSense, die personen en voertuigen kunnen herkennen. Wat een grote verbetering is op de oude manier van bewegingdetectie, waarbij elke vorm van beweging een alarm gaf. En dat zorgt dan wel voor veel verkeerde alarmen, aangezien een blaadje die door het beeld waait al een trigger kan zijn. Nou, nu hebben we ook camera's die gezichtsherkenning ingebouwd hebben, waardoor de gezichten in de camera worden herkend, wat ervoor zorgt dat de functie kan gebruiken voor een alarm. En dan vervolgens kun je er een andere functie opzetten die bijvoorbeeld de mensen herkent. En die kan ze dan bazig maken om bijvoorbeeld privacy te beschermen, terwijl die wel intern in de camera de gezichten herkent. Nou, we hebben ook camera's voor ANPR, voertuigherkenning. Zowel op voertuigfeatures, zoals kleur en model, maar vooral ook op kenteken. En die kan dan ook bijvoorbeeld in de camera opgeslagen worden, waardoor je een werkend systeem kan maken rond bijvoorbeeld een slagboom, die ook blijft werken als de verbinding met X-Central verbroken wordt. Nou, steeds meer geavanceerde functies zitten in elke camera, maar zitten nog wel aanzienlijke verschillen tussen wat je met welke camera kan doen. En we hebben een Value, een Pro en een Ultra serie. Wat natuurlijk redelijk voor zichzelf spreekt. In de Value krijg je minder megapixels, minder software en hardware features. En in de Pro heb je eigenlijk alle functies zitten, maar dan de basisvariant daarvan. En bij de Ultra heb je echt de nieuwste technieken gecombineerd met de beste hardware die een product levert, wat eigenlijk alleen in hele specifieke situaties nodig is. Omdat het dan eigenlijk voor veel situaties een beetje te overpowered is. Nou, dat is in het kort een beetje de Hikvision IP-camera's. Het is een onderwerp waar je heel lang over door kan gaan. Ik hoop het ook te doen in volgende video's, want er is nog heel veel te vertellen. En CCTV is en blijft een van onze grootste onderwerpen. Nou, dit was het in ieder geval voor vandaag. Ik hoop dat je iets van geleerd hebt. Bedankt voor het kijken. Mijn naam is Rinke. En tot de volgende keer.